drankjes te kopen met de rozen, een drankbolletje, Welkom.
Goedenavond, dames en heren. En wij zijn blij dat u er mee bent bij deze 12e uitgave van onze jaarlijkse modeherinnering. Het onderwijs in de kleding, dat steunt op drie pijlers. De eerste pijler, dat is het creatieve en het artistieke. En u zal daar ongetwijfeld vanavond heel wat van kunnen merken. De tweede pijler, dat is de deskundigheid, het maatwerk, het probleemoplossend denken. En ook dat zal u ongetwijfeld kunnen vaststellen. En de derde pijler, kleding dient om iets aan te kleden. En er zijn nieuwe accenten in het kledingonderwijs. Het nieuwe accent is de interieurbekleding, de interieuraankleding. En ook daarvan kunt u vanavond, zie je dan in de wandelgangen, vooraan aan de inkom of naast het podium, magnifieke voorbeelden zien die onze leerlingen hebben gepresteerd. Wat we u vanavond brengen is het resultaat van samenwerken. Een jaar lang door velen. Ik wens de leden namens u succes bij het optreden. Ik wens u allen een aangename avond en ik geef u graag het woord aan onze leerling. Wij stellen u voor Modeherinnering 97. We nemen u mee naar de voorbije herfst- en winterperioden. Leerlingen uit het derde, vierde en vijfde jaar presenteren hun modieuze winterrokjes, elegante pantalons, blouses en overgooiers. De allerkleinsten zijn ook van de partij en tonen vier hun opgepaste salopettes. Als u dacht dat gemaakte stikoefeningen verder tot niets dienen, dan hebt u het verkeerd voor. Het vijfde jaar verwerkte alle bestekoefeningen in een apart kledingstuk.
blijft u vanavond liever in bed? Geen nood, want het veertig kleding laat u genieten van prachtige nachtkledij voor groot en klein. Trekt u liever de stad in? Dan kunt u een keuze maken in de vele sportieve winterjassen, onder andere in vloer, gemaakt door het vijfde en zesde jaar. De standbeelden uit de stad, ontworpen van de tekenklas, worden vanavond voor u afgestopt.